Er was mij gevraagd om over mijn lievelingsboek te praten. Wat mij altijd te binnen schiet dan is het boek van Jonathan Safran Foer. Dat is Alles is verlicht. En het saillante is dat ik daar eigenlijk niet alle details van weet. Het enige wat ik nog weet is dat de schrijver op zoek gaat naar de roots van zijn familie. En allerlei avonturen beleeft in Oekraïne. Maar het is op een hele feerieke manier beschreven. Die op een gegeven moment enorme vreemde wrede twist krijgt die je niet verwacht. En die sfeer in het boek is een sfeer die ik eigenlijk in geen ander boek heb meegekregen. Dat is het enige boek wie dat heeft tot nu toe. Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren.